Toen het IEI opgericht werd, was de Eerste Wereldoorlog nog bezig. Nederland was neutraal gebleven, dus we zaten in een lastige positie toen tussen alle grote machten. Nadat de oorlog afgelopen was en de vredesonderhandelingen hebben plaatsgevonden, wilden wij ook wel meedoen in de grote idealen van die tijd. De Volkenbond werd opgericht en wij wilden als Nederland ook een instituut hebben dat eigenlijk ook die vrede diende. En op de oprichtingsvergadering van het IEI in de Carnegiezaal van het Vredespaleis op 19 januari 1918 zijn ook de woorden gebezigd dat het IEI een geschenk aan de wereld zou zijn. Dit is meneer Van Oort, meneer Van Vollenhoven en meneer Van IJsinga. Oh ja, dat is leuk. Kijk, het oorspronkelijke idealisme van het instituut waren nogal groot. Doordat het een geschenk aan de wereld werd genoemd en grote idealen vrijheidsdenken. Dat is nu niet meer. Maar wat er wel is, is dat de wereld globaliseert. Het recht blijft veranderen. En er is maar één instituut wat goed toepassing van buitenlands recht in Nederland kan verschaffen aan rechters en advocaten. Daar zijn wij voor om in ieder geval objectief te gaan zoeken in Singapore of welk land dan ook ter wereld wat precies het buitenlandse recht is wat gevraagd wordt.